Hallo beste vrienden, ben ik overal een beetje verstaanbaar? Goed zo. Bedankt voor de voorstelling van het DCM Helen Vastgoed Triathlon Team. Ik ga eerst een klein begintirage vertellen hoe ik eigenlijk hier op die stoel kom te zitten. Het is namelijk zo, een paar weken geleden waren we bij elkaar, de oom, de moeder zeker vast van Stijn en Joris al. En mezelf, we zijn namelijk bezig met een familiefeest te organiseren voor de huismansklan. Heeft niks te maken met deze presentatie, ik weet het, maar gewoon even ter informatie. Ik werd mij gevraagd om een inleiding te komen doen voor deze avond, voor dus de presentatie van de straffe 8. Nu, ik zeg oké, geen probleem, micro is me niet direct onbekend. Ik wil dat wel eens gerust proberen. Tot verleden week mij een meisje kwam van onze vriend Tom. Met een heel interview. Ja, oké, mijn kousen zakten af. Ik kreeg spontaan zweet onder mijn oksels. Met over en weer te praten een beetje. Zegt jongens, kan dat wel allemaal? Zegt jongen, Dirk, doe dat gewoon. Dus daarom ben ik hier. En van iedereen van harte welkom. Sponsors, familieleden, vrienden. Iedereen die er is. We gaan proberen om de oever te bereiken. En niet te verdrinken met ons bootje. Nu, als jullie binnenkwamen, hebben we kunnen genieten van een cava van Pupitre en ook een Kastens biertje. Nu even daarover. Het is echt een Kastens bier gemaakt ongeveer 9 jaar geleden. Het bestaat uit 6 moutsoorten, dat zijn dus de graansoorten, en 2 hopsoorten. Het is 7 graden, dus bij deze gezondheid. De school. Nu, dat zal als volgt te werk gaan. We gaan met groepjes van 3 naar hier komen. Ik ga dan de opgestelde vragen stellen en zij gaan gewoon heel breed alles uitleggen in geuren en kleuren tot de volgende groep komt. En we gaan dat zo in 3 maal doen. Oké. Nu, ik heb hier een verzamellijstje gemaakt, dus van de namen die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Mijn vriend, de coach, zegt hier dat er een filmpje gaat komen. Dus bij deze, nu direct. Hij hoopt van u direct. Geniet ervan.
Met de acteurs Tom, Joris, Ben, Gunther, Jobbe, Jasper, Stijn en Sven. En zou u graag even aan Jobbe, Joris en Tom willen vragen om even hier plaats te nemen, dan kan het interview beginnen. Deze drie mensen die gaan deelnemen aan de Ironman van Zweden op 16 augustus 2014. Nu, zo'n Ironman, dat is inderdaad een wijsmaak, want ik heb vandaag veel geleerd. 3,8 kilometer zwemmen. 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen. Ja. Voilà. Jobbe? In Zweden zal je beginnen aan je derde Ironman. Kan je iets vertellen over je vorige wedstrijden? Ja, ik heb... Sorry, mijn stem. Ik heb 3 jaar geleden een debuut gemaakt in Nice. Een heel mooi, prachtige Ironman, maar heel veel klimkilometers. Dus daar een beetje klein, moeilijk om op de tijd neer te zetten. Ik heb 2 jaar geleden Rijksbrug gedaan in 10 uur en 5 minuten. Ik was er tevreden over, ik zat ook aan dit jaar onder 10 uur gaan. En daarom dit jaar in Kalmar samen met de 2 teams om te proberen onder 10 uur dus te draken. En hopelijk een van deze 2 jongens te kunnen kloppen. Dus kom maar op mij. Dat hoeven zeker rustig aan allemaal een kaarsje branden, anders mag ik het niet zeggen. Jobbe en Joris. Jullie hebben een heel bijzondere wedstrijd gepland en dat heet dan de Tutor Swim Run. Nu, wat houdt dat in? Tutor Swim Run vindt plaats eind mei in Zweden, buurt van Stockholm. Dat is een teamwedstrijd, dus ik ga samen met jongens die wedstrijd betwisten. De bedoeling is eigenlijk Tutor Swim Run komt eigenlijk van eiland op eiland. Dus aan de kust in Zweden, buurt van Stockholm, liggen heel veel eilandjes. De bedoeling is eigenlijk, we hebben trekken lopend, we nemen alles mee in wedstrijd. Als we aan het water komen, duiken we in het water, we blijven met 2 samen. We zwemmen aan het volgende eiland, komen dan terug aan boord, lopen het eiland over, springen terug in het water. Dat gebeurt in totaal 30 loopkilometers en 2,8 zwemkilometers. Dus we doen dat als team dit jaar, is er aan het proeven in Zweden, een leuke wedstrijd hopelijk. Tom en Joppe. Jullie hebben in december de hel van Kastrelheid op een goed einde gebracht. Nu de vraag blijft natuurlijk, hoe ga je jezelf daarop voorbereiden voor zo'n uitdaging? Heel hard trainen natuurlijk. Hoe bereid je voor? We zijn ongeveer in augustus begonnen. We beginnen natuurlijk niet van nul, al een aantal jaar bezig met triathlon en duursport. En vanaf augustus drijf je dan de kilometers mountainbiken of gewoon de wegfietsen. En het lopen op tot ongeveer een 7 weken, denk ik, voor de start. Dan zit je aan een 100 kilometer lopen en dan 350 kilometer op de fiets. Vanaf dan is de bedoeling om uitgerust aan de start te geraken. Het is niet altijd even simpel om fit te blijven tijdens een zware training. Maar als je dan uitgerust aan de start staat, je hebt dat allemaal, ja, je moet dat wel doen. Dat is ook voor ons allemaal. Ik vind dat te stel om te horen als je goed uitgerust bent. Dan hoeven de mensen niet te zweten zoals paarden ervan uitgerust. Wat zal er zijn? Gewoon het allemaal. Nu, de hel van Kastrelheid was een duathlon. 15 kilometer lopen, 105 kilometer mountainbiken en 30 kilometer. Nog eens lopen, zie ik hier staan. Ja. Tom, jij debuteerde dit jaar in de hel van Kastrelheid met een 7e plaats. Dit was je eerste lange afstandswedstrijd. Wat verwacht je voor de Ironman van Zweden? In Zweden gaan we dat voor de 2e keer doen, zo'n lange wedstrijd. Het zal waarschijnlijk nog iets te langer duren, al hoop ik van niet natuurlijk. Wat verwacht ik daarvan? Dat dat even goed gaat gaan. We gaan proberen ons terug heel goed voor te bereiden, veel kilometers maken. En dan is de bedoeling dat ik
die mannen hier naast de klop. Bij Jochen gaan mij kloppen, ik heb bij Jochen klop. Dus één van de twee, ja, zullen we wel zien. Hè, dan, dus. En bij kloppen bedoel je niet fysisch waarschijnlijk, dus dan horen dat is. Oké, goed, dank u. Opwachten aan de finish, ja, oké. En dan bij elkaar staan, ja, waarschijnlijk. Joris, in Abu Dhabi werd je dit jaar reeds een wedstrijd. Wat hield die wedstrijd in feite helemaal in? Abu Dhabi, dat is hier links denk ik, en dan heel ver. En dan de plaats oversteken. En de plaats oversteken, als ik vergeet, ja. Ja. Dat is een speciale wedstrijd, omdat de afstanden niet echt officieel zijn. Dat is 1500 meter zwemmen. En dan ga je op de fiets kruipen voor 100 kilometer fietsen. En dan daarna nog 10 kilometer boven. Wat dat heel speciaal maakt, dat zit gewoon heel veel geld achter die wedstrijd. Dat is super georganiseerd. Je rijdt in de woestijn, niks. En dan in één keer formuleer ik het circuit wat ik boven mocht met de fiets. Dus dat is wel heel speciaal. Iets minder, maar we trokken er wel op. U zegt de woestijn bij mij is zandvlakte, is hitte, is warmte. Oké, fietsen waarschijnlijk ook. Dan ja. Zo tegenpunt denk ik, maar lopen, hoe gaat dat? Alles was heel goed, tot ik aan mijn lopen begon. En het was 50 graden op het asfalt en 37 graden in de wind. Dus het was echt dagen. Heel veel blijven drinken, maar op een duur, ja, ik kon niet blijven volhouden. Ik heb toch een klopje gekregen, maar toch een mooie auto gedaan. Heel veel drinken, lijkt me heel sympathiek. Heel tof. Kan ik ook, van mij vergeten. Goed. Joris, naast triathlon ben je ook druk bezig met je werk als brandweerman. Hè? Ja. Je maakt deel uit van het internationaal brandweerkorps. Weet je wat dat is? Dat is een korps dat staat voor middag. Wat we doen is, als er een schip een probleem is op Europese wateren, dan komen wij ter plaatse in een helikopter en dan gaan wij het probleem proberen op te lossen. Ik ben daar nu 2 jaar intensief mee bezig, vandaar dat ik ook iets minder trainingen heb kunnen afwerken. Dat loopt nu nog tot in de zomer. Vanaf dan kan ik terug volgende week richten op een triathlon. En dan is het project afgelopen, maar dan zijn we nog wel inzetbaar, dus dat er dan niet gebeurt, dan vertrekken wij. Oké, ik denk dat deze 3 mensen al het een en ander uitgelegd hebben. Dan is nu de beurt denk ik aan de 3 volgende. Dat was dus Jobbe, Joris en Tom. Jobbe, 22 jaar, Joris, 29 jaar en Tom, 26 jaar. Dan is nu de beurt aan volgende trio, Stijn, Ben en Gunther. Deze 3 mensen nemen alle 3 deel aan de halve Ironman van Luxemburg. Dat klopt. Hè? Ja. De halve marathon, de halve Ironman, sorry, behelst 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen. Stijn, voor jou is net als voor je broer Joris het seizoen al begonnen. Wat is je bijgebleven van Abu Dhabi, los van de warme voeten? Ik vertel dat dat wel de meest glamoureuze wedstrijd was in de wereld. Het was inderdaad wel zo, maar echt wel veel geld achter. Heel veel schone auto's, grote gebouwen. Het was ja, gewoon een topwedstrijd, alles goed georganiseerd. Maar zo'n man met een kleed aan, dat heeft er wel een naam van. Hoe komt dat kleed? Niets van die aan de hoek. Stijn, een van jouw grote doelen zal de halve Ironman van Luxemburg zijn in juni. Nu de vraag is, hoe ga je daar naartoe werken en welke voorbereidingswedstrijden doe je dan nog? Eerst en vooral veel trein. Binnen 2 weken trekken we nog een week naar Gran Canaria. Daarna, 3 weken later, gaan we nog een week naar Mallorca voor de wedstrijd ook af te werken van 7.3 Ironman. En dan 3 weken later zal het gebeurd zijn aan Luxemburg. De week ervoor zal ik ook nog starten in de rating. En misschien nog een kleine wedstrijd ergens tussen de volgende week nemen. Maar dat zal afwachten zijn in de dan een week. Dat is inderdaad een factor die je niet kunt vergeten. Werk is ook belangrijk natuurlijk. Jij bent? Jij bent nog niet erg lang met triathlon bezig, lees ik hier. Ben je hier ook intensief met sport bezig geweest? Ongeveer
Neem je nog iets mee naar Triathlon als motocrosser? Want dat is natuurlijk een totaal andere discipline, denk ik. Hè? Want er is hier al de Ironman van Luxemburg. 1,9 km zwemmen, 9 km fietsen, 21 km lopen. Zal dat wel nodig zijn, natuurlijk. Het is een compleet andere sport. Qua techniek, de mountainbike, is dat wel een voordeel. Maar de sport op zich is helemaal anders. Fietsen had ik al wel wat gedaan. Lopen weinig en zwemmen is natuurlijk een compleet nieuwe sport. En we doen ons best. Ik zie je staan, het is nodig als je een degelijke hoogtrainer wel bent, dan gaat waarschijnlijk over de verschillende disciplines apart trainen. Ja, inderdaad. Vrij veel zwemmen, vrij veel fietsen en vrij veel lopen en proberen die combinatie ook te maken. Oké, Gunther, nummer 3. Dat is de grote comeback dit jaar, deze vier. Door de lach. Ja, ik weet misschien iets meer. Wat hebben de afgelopen 4 jaar zo mee bezig geweest? De afgelopen 4 jaar weinig sport. Heel 2 kindjes gehad, ik zeg. Dat is ook sport. Voilà, dat is ook sport. Dus, vooral weinig sport. Vrij veel, vrij veel werk met werk, vrij druk eigenlijk. En we zijn recent verhuisd en veranderd ja, met de vrienden dan. Toen de kabels te pakken kregen en terug voor de sporten. Met zo'n beetje buiten een beetje van de groep, denk ik. In die zin dat ik misschien iets minder trein dan de rest. Maar vooral nu proberen, terug vooral de korte wedstrijden. Ik heb redelijk vrij veel met mijn lopen achtergrond. Vrij veel te lopen en op de fietsen. Toch nog het aantal triathlons te doen. Ja, we zeggen zelf minder tijd misschien om te trainen gehad en nu je terug kan doen, moeten beginnen misschien bij wijze van spreken. Maar wat zijn je doelen de eerste wedstrijd jaar van? Morgen gaan we samen mee open van de startstand om te beginnen. De trail van 30 kilometer lopen. Dus de komende maanden staan we vooral binnen een aantal weken ook een duathlon programma. Het is vooral ook het zwemmen is absoluut mijn zwakste onderdeel, veruit het zwakste. Waardoor ik vooral de komende weken twee triathlonwedstrijden gaan doen en de bedoeling dan stilletjes aan vanaf regio sowieso een korte triathlon te doen en daarvoor nog 1 keer 1/4 proberen en dan vooral Luxemburg. Er zijn zoveel verwachtingen voor Luxemburg omdat ja grote onbekende is vooral voor mij en wel dan maar verplicht moeten zwemmen, ik niet voorstel te springen, het, maar ja, vooral het grote onbekende om te zeggen. In ieder geval veel succes, zeker en vast. Dat waren de 3 tweede in de laag van de 6 mensen. Stijn van der Wieken. Uw vrienden, dankjewel. Stijn, 33 jaar, Ben, 30 jaar en Gunther, 32 jaar. Dan komen we nu bij Jasper en Sven. En die beide heren leggen dit seizoen toe op een aantal wedstrijden uit de Vlaanders Cup circuit en een aantal halve triathlons in België. Nu Jasper, ik lees hier, een aantal jaren geleden, 2 jaar geleden, had je blijkbaar een ticket voor Hawaii. Ja. Ah, vergeten. Ik wist niet dat ze dat gezegd hadden. Nee, ik wist het ook niet. Nu, ja, het leg uit. Ja, ik ben eigenlijk begonnen met triathlon door Stijn, die hier aan het zat. En Stijn zat bij mij in de klas. Ik heb altijd veel gefietst vroeger met Tom Glaasker. Ik ken de orthopedische chirurg hier aan de Herentals en die doet altijd lange ritjes. Als die zegt 120 kilometer, dan is het zeker 160. En ik had dus altijd veel grote volumes gefietst, maar ik heb nooit aan competitie gedaan in het fietsen. En Stijn introduceerde dus triathlon aan mij en dat was echt een competitiesport. Waar ik op een eenvoudige manier aan kon deelnemen en zo heb ik ooit in Regie met een eerste 1/8 triathlon gedaan, heel toegankelijk voor mogelijk voor iedereen die hier is en absoluut ook een aanrader. En dan ging de bal aan het rollen, kwartwedstrijden meegedaan en dan direct het tweede jaar halve wedstrijden meegedaan. En toen het derde jaar al ongepland eigenlijk in Regensburg samen met Joppe gedebuteerd op de Ironman afstand. 3,8 zwemmen, 180 fietsen dan en marathon lopen. En ik denk dankzij mijn vele fietsen in het verleden dat mij goed afging. En
Ja, ik presteerde daar. Ik had het wel een beetje vooraf zo ingeschat, maar alles verliep echt naar wens. En ik presteerde daar redelijk goed en ik had direct een ticket voor Hawaii uitgebeet. Dus dat was wel leuk. Ik ben wel niet geweest. Misschien, het is vooral een financiële kwestie, misschien met de sponsoring die wij nu aangeboden hebben. Oké, Jasper, ik hoorde ook dat je af en toe wel eens op de ski staat. Even toegelichten? Ja, ik ga heel mijn leven eigenlijk heel graag naar de bergen. En sinds ik aan duursport doe, eigenlijk zie ik ook dat heel veel triatleten overstap maken naar andere sporten, zoals bijvoorbeeld morgen de 30 kilometer trailrun, waar enkele van ons team aan deelnemen. Ik doe zelf mee maar aan 13 kilometer. Dus een sport in de bergen, duursport, zo heb ik ook vorig jaar de eerste langere trail gelopen in Frankrijk, 54 kilometer was dat, met 3800 meter klimmen in. En ja, als je zo wat fysiek in orde bent, het is nog wel altijd zwaar, maar in de bergen komt dat pas echt op de uiting, kun je echt genieten. En ik ben dan ook begonnen via een vriend met ski-alpinisme. En daar heb ik dit jaar voor de tweede keer aan deelgenomen aan het Belgisch kampioenschap. En bij mijn eerste deelname was ik vijfde en dit jaar voor het eerste podium en met een derde plaats. Al moet dat wel een beetje gerelativeerd worden, want het deelnemersaantal in het Belgisch kampioenschap was maar beperkt tot 12 personen. Oké, Jasper, dankjewel. Sven. Jij doet ook al enkele jaren aan triathlon. De vraag nu, wat is jouw sterke discipline? En dan, hoe komt dat? Mijn sterkste discipline is het fietsen onderdeel, dankzij het wielrennen. Ik heb 8 jaar gekoerst. Eerst kleine koersjes gereden bij de Vlaamse Bond en dan daarna even volgen op gegaan naar de elite van het continent. En dankzij die koersen en dat fietsen heb ik een goede basis kunnen leggen. En dan merkte dat wel onder de triathlon, het fietsonderdeel, dat goed afgaat. Maar ja, de rest ook nog, het zwemmen. Dat is het moeilijkste onderdeel voor mij. En daar hebben we dit jaar extra aan gewerkt. Ik heb zwemlessen genomen, dus ik hoop voor dit jaar toch een verschil te maken. En dan nog verder naar voren om het fietsen. En het lopen, bestaan houden. We zullen zien. Welke wedstrijden van de Vlaanders Cup, triathlon circuit, zullen u afwerken? Ik heb ook weer, zoals vorig jaar, dezelfde wedstrijden gepland. In totaal 10 wedstrijden, 3 halve en 7 kwartjes. Bij de 3 halve hoort dat bij de halve in Leuven, Deinzen en dan 111 in Bilzen. En dan kwartjes Redi. Wil, Geel, Zwijndrecht, Lady, Lommel, Vierstel en Knoppen. Dat zijn de 7 kwartjes. En dan die 3 halve. En dan met de ploeg nog de 1e mei de ploeg krijgen. Dus dan zit je in de agenda alweer aan goed vol. Dus. Zolang dat de madame weer komt in, blijft. Mogen we eigenlijk spreken. En het laatste vraag is eigenlijk: wat houdt die circuit eigenlijk in? De Flanders Cup. Ja. De Flanders Cup, dat zijn toegelegde wedstrijden waar je dan punten kunt verzamelen. En je hebt dus een A-ranking, een B en een C. En naar gelang die rankings kunnen zoveel punten behalen en hoe beter de uitslag, hoe meer punten dat je kunt verzamelen. Dus ik zeg altijd, we doen ons best en ik weet ook dat ik niet meer een van de jongsten ben en dat ik met die jonge snaren niet echt goed mee kan. Dus ik probeer toch altijd een schone uitslag te halen en dan zo te sprokkelen. Hè. Dat is alleen maar aan te moedigen, denk ik natuurlijk. Dat was dus Jasper en Sven. En ook Bosch mag ik natuurlijk spontaan bijkomen. Dank je wel. Jasper, voor het en Sven zei wel. En dat de hoogste van de hoogte, dat komt ook wel 37 jaar, maar zo fris als een visje. Geen enkel probleem. Een informatie nog, vanaf deze avond zal de website www.triathlonteam.nl
DCM Heren Wasgoed open gaan, als ook de mogelijkheid voor Facebook en Twitter. Nu, de vragen die je nog persoonlijk hebt aan de mensen zelf, aan de strafwacht, dan wordt dan gevraagd om die straf dan persoonlijk aan hen te stellen. Want die gaat nog niet kunnen antwoorden en die mensen kunnen direct geven wat jullie willen. Dan rest nog enkel de mensen te bedanken. Vooral Kia Garage hier voor de prettige accommodatie. Dan Jo Wijnands voor het maken van de website. Tom Concept voor de technische ondersteuning. En dan Mieke Huismans die dan de foto's heeft gemaakt die we straks hebben kunnen zien tijdens de presentatie. En ook alle sponsors natuurlijk en jullie aanwezigheid. Bedankt. Ook nog bedanken voor de presentatie. Het is echt geweldig gedaan. Ja. Ik krijg een boek. Ik heb 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 een boek